Dit is Robert de Ruiter, de trainer van FC Lisse. Deze week heeft hij zijn contract met 1 seizoen verlengd. En is daarmee de eerste regionale oefenmeester waarvan bekend is wat hij volgend seizoen gaat doen. 4 punten voorsprong heeft FC Lisse op de nummer 2 van de ranglijst IJsselmeervogels. Hier de eerste kans van de wedstrijd. Peters tegen de vuisten van de Werf aan. Belangrijke periode voor de Lissenaren. Vandaag de nummer 4 van de ranglijst als tegenstander. Volgende week nummer 2 IJsselmeervogels. En de week daarna ASWH die op de 3e plek staat. Van Eerwijk. Fokkema. Met Korndijk tegenover zich. En Wolfsheimer. De keeper van Scheveningen die voor de eerste maal in actie moet komen. Zoontjes leidt daar balverlies. Peters kan oppikken. De ruimte daar bij Baradas. Wordt gezien, kopbal. En kan uiteindelijk door Van Boksel als corner worden weggewerkt. Vermeulen. Olsthoorn. Olsthoorn nog steeds. En Wolfsheimer. Zo gaan beide ploegen rusten met een 0-0 stand. Vrije trap voor Scheveningen. Samunder. Keeper laat los en dan is het daar Calabro. Maar die schiet de bal over. En die had natuurlijk best onder de latten gemogen. Volgende vrije trap voor Scheveningen. Opnieuw Samunder tegen de lat aan. Komt Lisse goed weg. Fokkema. Voorbij Korndijk. Is het daar Van Eerwijk? Moet hem hebben voor zijn rechter en schiet dan vervolgens over. Ja, toch een best kansje daar voor Lisse. Dat wat sterker begint te worden. Vermeulen. Fokkema. En dan is het 0-1. En dan staat Lisse op voorsprong. En dan wordt het feest gevierd met de eigen aanhang natuurlijk. Montigny heeft El Moussaoui voor zich staan. Korndijk kan niet bij de bal. Want het is Fokkema die goed voor zijn tegenstander komt. En daarmee de bezoekende ploeg op een 0-1 voorsprong brengt. Korndijk. Calabro. Calabro. En dat is toch weer een goede kans hoor. Voor de voormalig profvoetballer die onder meer bij ADO Den Haag gespeeld heeft. Korndijk. De vlucht. Korndijk opnieuw. Die veel mee naar voren komt. Sinds Scheveningen op een achterstand staat. En is het opnieuw Calabro. En opnieuw weet hij de kans niet te verzilveren. Toch als een 3e mogelijkheid in de 2e helft. Peters. Peters. Peters met de 1-1. Een klein kwartier voor tijd staat het weer gelijk. Goede aanval van Scheveningen. Wordt daar doorgekopt. Zoontjes laat Peters voor zich komen. Die omspeelt Van de Werf. En dan staat het 1-1. En dan gaat Scheveningen doordrukken. Samunder. Zit daar 2 man mis. Peters, Peters! 2-1 voor Scheveningen. En dan gaat FC Lisse verliezen. Samunder met de vrije trap. Zoontjes en de Goede gaan vervolgens onder de bal door. En dan hebben we Peters. Stond voor dit duel op 2 treffers. En verdubbelt zijn scoreaantal. Scheveningen wint met 2-1 van Lisse. Lisse verliest voor het eerst dit seizoen. En ziet IJsselmeervogels naderen tot 1 punt. Uiteindelijk ging het mis. Doordat we natuurlijk 2 keer die afvallende bal verliezen. Waardoor Peters 2 keer binnenschiet.
Ja, en ik denk dat we gewoon niet in staat waren om ons niveau te halen. Dan kan je bij 1-1 zeggen, nou, het is goed zo, of je kan doorgaan. Ja, dat hebben we tegen IJsselmeervogels gedaan. Toen was het net niet. Ja, en nu loont dat door gewoon nog de 2-1 te maken. En ja, volgens mij ook niet onverdiend.